Nou, voor het vorige filmpje daarin heeft deze Reen wat uitgelegd over hoe je je hond kunt leren ergens op te gaan staan. En zo'n target, zo noemen we dat, vinden heel veel honden heel erg leuk als ze inmiddels weten dat het een beloning op gaat leveren. Nou, zo dadelijk ga ik jullie in veel korte filmpjes allerlei ideeën geven waarmee je dat kunt oefenen. En als je hond het gaat leren, kun je daar voorpootjes op bij zeggen en dan kun je het op commando doen. Dan kun je zeggen voorpootjes op en dan stuur je je hond ergens op. Zo kun je je hond ook ergens parkeren. In het bos parkeren, dat je daar blijft wachten, totdat het, die andere hond voorbij is bijvoorbeeld. Of voordat die wandelaars voorbij zijn. En je hond heeft volop aandacht. Het is een relatief makkelijke oefening. We gaan hem wel steeds moeilijker maken. Als het voorwerp groot en laag is, dan is het meestal niet zo heel erg moeilijk als ze de basis al kennen. Hij wordt moeilijker als de voorwerpen hoger worden, als het smaller wordt, als het zachter wordt en als je heel precieze pootjes erop moet gaan plaatsen. We gaan zo dadelijk jullie verschillende ideeën geven.